open leermaterialen is voor mij een middel voor docenten om hun onderwijs nog rijker te maken, nog veelzijdiger, door de beschikbaarheid van meer en diverse typen leermaterialen. En het is voor lerenden overal, dus zowel in het reguliere onderwijs als daarbuiten, in een leven lang ontwikkelen traject bijvoorbeeld, de mogelijkheid om laagdrempelig je kennis op peil te houden. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar er zijn ook best wel barrières die er zijn, waardoor docenten aarzelen om ermee aan de slag te gaan. En ik doe onderzoek naar hoe kan je dat nou het beste doen. Wat je vooral ziet is dat als groepen docenten daarmee aan de slag gaan en ook instellingsoverstijgend aan de slag mee gaan, dat dat voor hun een hele laagdrempelige manier is om in elkaars keuken te kijken. Het mooiste zou zijn als open leermaterialen niet meer iets bijzonders is, maar dat het mainstream is. Laat ik het zo zeggen. Hè? Dat het net zo normaal is om je leermaterialen te delen en leermaterialen van anderen te gebruiken, als dat het is om nu bijvoorbeeld een commercieel boek aan te schaffen en daar je les op te baseren.